Right, photo challenge, let's do this. Dus ik had gisteren op mijn story gezet dat ik jullie allemaal een beetje wil uitdagen voor een self-portrait photo challenge thuis. Maar natuurlijk weet je misschien niet helemaal hoe dat je dat moet aanpakken. Dus daarmee, ik ga jullie een beetje helpen. Ik ga ook zelf zo filmen hoe ik mijn self-portrait ga nemen. Ik hoop gewoon dat jullie allemaal zin hebben om mee te doen. En ik denk dat als jullie wat leuke dingen inzenden, dat dat wel tof is. Ik heb al wel een leuk ideetje eigenlijk net bedacht voor het zelfportret dat ik hier thuis ga nemen. Ook een beetje een thema met alles wat er zo wat gaande is, maar toch op een beetje een komische manier gebracht. Dus ja, let's do this. Wauw. Wow. Man, wat heb je eigenlijk nodig voor een mooi zelfportret te maken? Ten eerste een locatie. Ik heb ervoor gekozen om onze ontbijtruimte te gebruiken, omdat mijn shot gaat een beetje over ontbijt, dus ik vond dat wel een leuke scène. Ook hier met die zo'n cognacbruin leer en dan de hout, dat gaat mooi zijn. Ten tweede een camera. Ik gebruik de Sony A7 III. Natuurlijk heeft niet iedereen zo'n camera en ik weet dat wel, dus daarmee dat uw gsm is ook meer dan perfect. Zeker de gsm's van tegenwoordig kunnen super mooie shots maken. Voor de mensen die wel een camera hebben, zou het super tof zijn moesten jullie die foto's in RAW doorsturen. RAW is, je kunt dat kiezen in uw menu. Dan kan ik daar het meeste mee doen qua nabewerking. Dus dat zou top zijn moesten jullie dat zo kunnen opsturen. Heb je nog nodig voor een goede foto? Is een tof idee. Ik ging jullie eerst zo wat richtlijnen geven, maar ik denk dat het gewoon leuker is als ik jullie het creatieve pad zo wat opsturen. En ik heb ervoor gekozen om iets met toiletpapier te doen. Jullie gaan direct wel zien hoe en wat. Ik heb zo een scène opgebouwd. En dan ga ik jullie tonen hoe je de foto zo wat neemt. Ik gebruik een wasmand en een short voor mijn camera te ondersteunen. Zie zo. Dan zie ik jullie zo meteen naar de foto's. Alright, dus dit is momenteel een beetje de set. Ik heb toiletpapier gestapeld. Dan heb ik ook nog voor leading lines gezorgd van de camera naar het toiletpapier. En dat gaat u een beetje een leuke, zeker als dat wazig is, ik ga het jullie proberen te tonen. Dan zie je het er zo. Dan heb je zo'n beetje leuke speling op je foto. Hoewel altijd, het is altijd tof om te hebben. Nu eens kijken wat ik nog voor de rest kan doen. Ik denk dat ik een bandana ga maken van toiletpapier. Ah, dat wist ik. Dit wordt hem. Ik ga er ook wel een paar nemen zonder bandana, want ik weet niet hoe cool of dom dat dit eruit ziet. Waarschijnlijk dom. Alright, finishing touches. Nee. Oké, als je een zelfportret neemt, is het natuurlijk belangrijk dat je foto scherp is. Als je met een camera werkt, gaat hij de focus niet op tijd kunnen leggen voordat de foto genomen is, omdat je focus een beetje op voorhand al moet leggen. Dus daarom moet je iets in de plaats van jezelf zetten en dan daarop manueel focussen. Mijn iPhone gaat natuurlijk, mijn iPhone of mijn ander toestel, mobiel toestel, ga je natuurlijk dat focusprobleem niet hebben. Maar voor mensen met een camera die een zelfportret willen nemen, zet gewoon iets in de plek van jezelf waar jij gaat zitten. Focus daarop en dan de foto trekken. In mijn geval is dat dus een zak halftellers. Dat is natuurlijk het probleem. Ik heb geen afstandsbediening, dus ik moet elke keer opnieuw. Ik ga jullie meenemen om te checken. Dit is mijn ongeveer eerste resultaat. Heb ik al een toffe foto. Hij is ook scherp, dus daar heb ik geluk mee. De tweede reeks was niet scherp. Dat ik iets meer naar achter zat, was niet zo scherp. Let's keep going. Ik heb gewoon verschillende poses, weet je. Ik doe ook van alles. Je moet gewoon poses blijven proberen. En ooit gaat er nog iets tussen zitten dat je leuk vindt. Kijk, die was waarschijnlijk mislukt. Ik denk dat dat nog vrij goed gelukt is. Met die
met dit idee. Ga nog een toffe foto zijn. Alright, dus ik ga hier even opruimen. En dan zie ik jullie zo achter mijn computer. Peace. Alright, dus de foto's zijn genomen. De bestanden zijn ingeladen. Dus nu gaan we over tot editen. Ik heb mijn paar favorieten uit deze reeks geselecteerd. En meestal mijn go-to voor mijn Instagram tegenwoordig is Gold Grass. Ik denk wel dat hij mooi gaat passen hier. Natuurlijk lijkt alsof dat helemaal kapot is. En kijk, dan zie je vanaf dat je belichting al een beetje aanpast. Je wil al veel veranderen. Hij is ook een beetje te geel. Naar mijn smaak. Zien dat we de kleur niet te ver pushen. En zo, is misschien een beetje overgesatureerd. Zo, je ziet dat hij ook eens vanaf fijn als er zo aan korrel, zo die vintage vibe, ben ik wel zo wat voor. Dus dit vind ik eigenlijk al heel nice aan het worden. Ik kan altijd een klein beetje naar de groene kant ook mijn foto's. Ik denk dat ik gewoon een leuke look vind. Dat is ook allemaal puur persoonlijk, hè, dit. Dus echt. Je kunt dat heel mooi vinden, je kunt dat helemaal niet mooi vinden. Het is allemaal up to you. Tada! En dan zijn dat de resultaten. Ik kan hier nu droppen. Dit zijn de foto's geworden. Het is nu aan jullie natuurlijk. Ik heb nu deze foto's genomen om je als voorbeeld te geven dat je niemand nodig hebt om je eigen foto's voor Instagram of zo te nemen. En met alles wat er nu zo wat gebeurt, denk ik dat het wel gewoon leuk is als we ons even kunnen afleiden op zo'n manier. Ik vond het tof om te doen. Ik heb eigenlijk nog niet zoveel zoiets gedaan. Dus ik vind dat wel leuk en hopelijk doen er veel van jullie mee. Laat je niet ontmoedigen of zo. Doe gewoon je ding. Alle foto's zijn top. Ik ga een e-mailadres maken, maar ik ga dat wel bij de beschrijving zetten. En daar mogen jullie allemaal jullie foto's naartoe sturen. Liefst in RAW. Maar gsm mag ook. En dan maak ik in de volgende video, edit ik ze samen met jullie. Alright. Hopelijk vonden jullie dit wat tof. Hopelijk zie ik jullie inzendingen snel binnenkomen. Peace. Ik heb geen blitzende outro. Moet nog gaan werken.